komende periode gaan we de laatste grote werkzaamheden verrichten om het project Spoor aan Den Bosch gereed te maken. Dat zijn werkzaamheden die voornamelijk plaatsvinden aan de zuidkant van het station. Sporen in Den Bosch maakt onderdeel uit van ProRail Vernieuwd. We zijn op een groot aantal plekken in het land de knooppunten aan het aanpakken. Dat zijn werkzaamheden die voornamelijk plaatsvinden aan de zuidkant van het station. De reiziger gaat in die 18-daagse buitendienststelling hinder ondervinden, zal met de bus worden vervoerd. Wat we gaan doen is echt alles vernieuwen. En dat betekent dat we spoor, ballast, bovenleiding en beveiligingsinstallaties gaan we allemaal verwijderen. En dan van die kale vlakte gaan we alles weer opnieuw opbouwen. Ja, op deze tekening kun je zien dat het werk wat we gaan doen behoorlijk omvangrijk is. Alle sporen in dit gebied gaan we eruit nemen en bouwen we helemaal opnieuw terug. Want alles wat rood is, zijn de nieuwe sporen. Deze 18-daagse buitendienststelling is voor de reiziger natuurlijk erg vervelend. Maar na afronding daarvan zullen we diezelfde reizigers een betrouwbaarder en punctueler spoor daarvoor terugkrijgen.